leuk. Bijzonder. Hey, een varken. Wow, dus hier wonen we. Ja, Katie. Ja, hier Katie. Wonen we. Al bijna 15 maanden. Jij bijna 15 maanden. Ja, wow. Vrijdag 15 maanden. Jeetje. Ja. Ga je dat dan vieren? Nou ja, op de dag zelf hebben we een release party van Gerrit en Jessie. Dus er is een evenement, dus het kan niet op de dag zelf gevierd worden. Maar een dag erna gaan we het vieren. Oké, leuk. Ja, wat grappig dit. Ja. We gaan naar de silo. Hier zijn we eigenlijk 9 van 10 keer het meest. Dit is jullie woonkamer? Ja, woonkamer en boven werken we. Oké. We hebben computers staan. We hadden nog filmpjes, maar... Oh, je zou de computer nodig hebben. We die kunnen laten zien, filmpjes, is dat fijn. Ja. Maar ik weet niet. Ja, daar kan ik voor zorgen. Ik kan vragen of de computer naar beneden kan. Want ik heb alles al... Beneden even. Mm-hmm. Ja, kan dat? Jullie eerst even een rondje maken hier over het trein. Misschien ook leuk om het te zien, dan zet ik ondertussen even de computer beneden. Ja, wil je dat doen? Oh, ja. Ja, tuurlijk. Oh, willen jullie wat te drinken? Ja. Gaan we eerst even... Dan gaan we even een rondje lopen. Ja, dat is goed. Hey. Hi. Hey, ik ben Marcia. Hoi. Hey, Misha. Hi, Misha. Hoi, Misha. Hi, baby. Hoi, Misha. Hoi, Marcia. Hoi. Wat veel mensen. Hoi, Misha. Hi, Misha. Nou, warm. Wat wil je? Ja, heel warm. Ja. Ik zou wel een kopje thee willen. Kopje thee? Ja, ook graag. Ook thee? Lekker? Ja, doe maar. Allemaal. Oké, top. Makkelijk. Ja. Waar is de waterkoker? Ja, hier. Oh, daar. Hoi. Hey. Hey, Marcia. Hi, hallo. Hoi. Hoi, Hiske. Ik ga even snel wat eten, hoor, voordat... Ja, die Haley, die komt er. Sky High helikopter. Zo. Hè? Huh? Nee, ik denk dat we die filmpjes niet moeten doen. Het is niet echt zetten hier voor de filmpjes. Nee? Nee, we kunnen het ook iets voorlezen. Oké, okay, is ook helemaal goed. Praat, ja? Zeker? Ja. Okay. Ik maak wel even thee voor jullie en dan roep ik iedereen bij elkaar. Ja, hi. Jens is volgens mij... Jens! Het hoeft niet. Oh, oké. Okay. Oh, yeah. Oh. Ja, hij heeft hem wel al in zijn hand. Het mag wel. Ja, ik denk dat... Hij is ook bijna... Prima foto's. Hij is ook bijna 10 jaar jonger, hè, dan zij. Ja, apart, hè? Ja. Zij is 31. Toch geen scherm? Hm? Wat? Hi, goedemorgen, Merel. Hi, Merel. Oh, sorry, hoi, Merel. Hi, Merel, welkom. Hi, Jessie. Hi. Hi, Jessie. Nou, auw. 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 Auw, de slippers weer, hè. Auw. Ja? Auw. Het lijkt alsof ze in een gekkenhuis terechtkomen, hè. Ja. We mogen het niet meer over. Auw. Yes, hek! Ik sta hier met een... Wat deed pijn? Ja, dat is jou. Kan het nou? Rode mensen hebben geen gevoel. Nee, maar sla dan. Nee. Ik hou van al mijn vrouwen. Mijn hart nee, is veel te groot. Nee, daar wil ik niet bij horen. Ik hou van alle vrouwen. Ja, mijn hart is veel te groot. Ja, mijn hart is veel te groot. Donder op, Jessie. Daar ben zie ik je nou, mee... dicht aan ons, dicht aan hem. Daar ben ik mee geboren en daar ga ik ook mee dood. Hé, hey, kijk, zag je dat ze deze? Dat komt tegen mijn piemel. Wat? Ja, hier wel. Ik ben ook helemaal opgewonden direct. Ik hou van alle mannen. Nee. Daar had ik wel echt zin in. Weet je waar ik zo meteen heb zoveel zin in? Zo... Pas af. Ja, dat is een beetje sinds de finale is begonnen hebben we dit soort rare dingen. Zit daar olie in? Nou, welkom in Utopia.
Nou, dankjewel dat jullie er allemaal zijn. Ik heb Marcia uitgenodigd, Sophie, Demi en Misha. Ja. Om ons wat te vertellen over gescheiden ouders. Ik denk dat ik het woord aan Marcia eerst ga geven. Ja. En dan, mag ik vooraf iets vragen, Jill? Ja, zeker weten. Wat is überhaupt de reden waarom jij hier een lezing over wil geven? Omdat mijn ouders zijn nooit getrouwd geweest. Voor mij is het best wel een apart geval. En ik wil gewoon eigenlijk weten wat het met iemand kan doen als jij als jouw ouders niet samen zijn geweest. Wat dat bij een kind kan veroorzaken of kan doen. En ik vind Utopia en het platform een goed iets om het te belichten. Maar puur voor jezelf eigenlijk? Nee, ik denk dat er meerdere mensen hier zitten met gescheiden ouders. En mensen thuis. Dus onder andere daarvoor ook. En ik vind het gewoon heel interessant. Oké. Nou, sowieso dankjewel, Sheriff, voor de uitnodiging. mijn naam is Marcia Pinedo. Ik heb 9 jaar geleden heb ik Stichting Villa Pinedo opgericht. De plek voor kinderen van gescheiden ouders. Ik ben kindertherapeut en mijn ouders zijn 45 jaar geleden gescheiden. En die hebben eigenlijk in die tijd nauwelijks met elkaar gesproken. En vanuit die ervaring heb ik dit opgericht. En ik heb met mij meegenomen, dus Demi, Misha en Sophie. Zij zijn alle drie buddy bij Villa Pinedo. Want we hebben online kunnen kinderen zich opgeven voor het krijgen van een buddy. En om zo gesteund te worden in een tijd waarin ze steun nodig hebben en het even moeilijk hebben. Nou, straks vertellen we je daar meer over, maar Sophie begint eerst even met de brief voor te lezen. Dus onze open brief aan alle gescheiden ouders. Yes. Nee. Aan alle gescheiden ouders van Nederland. Met deze brief willen wij jullie laten weten hoe wij ons voelen. Wij zijn de 70.000 kinderen per jaar die op een dag te horen krijgen dat hun ouders uit elkaar gaan. En op die dag wordt alles wat veilig en vertrouwd was ineens anders. Veel van ons moeten verhuizen naar een andere school, wennen aan jullie nieuwe liefdes en in het ergste geval één van jullie heel erg missen. En dat doet pijn. We willen zo graag allebei onze ouders in ons leven, 2 ouders die van ons houden en ons groot zien worden. 2 ouders die staan te juichen langs de lijn. Trots zijn als we goede cijfers halen en alles willen weten over ons eerste gebroken hart. Die samen op de rij zitten, op de eerste rij zitten als we examen doen en liefdevol hun eerste kleinkind vasthouden. Weten jullie wel hoeveel verdriet we soms stiekem hebben als we de boodschapper moeten zijn? Als we moeten luisteren naar gemene dingen die jullie over elkaar zeggen? Als we zien dat jullie elkaar negeren waar we bij zijn? Weten jullie wel hoe moeilijk het is om van jullie allebei te houden, terwijl dat soms van één van jullie niet mag? En dat we dan maar niks zeggen over hoe leuk het weekend was? We voelen ons dan verscheurd tussen de 2 mensen waar we zoveel van houden. We voelen ons onschuldig als we het leuk hebben bij de ander. We voelen ons verantwoordelijk voor jullie geluk. Meestal zijn jullie na een tijdje zelf weer wat gelukkiger. Maar voor ons is dat vaak niet zo makkelijk. Sommigen van ons houden er heel lang last van. Dus mogen jullie een paar dingen vragen. Laat ons alsjeblieft geen kant kiezen. Maak geen ruzie waar we bij zijn. Zeg geen slechte dingen over elkaar tegen ons. Geef ons de tijd om te wennen aan een nieuwe situatie. Luister echt naar wat we te zeggen hebben. Geef ons de ruimte om van jullie allebei te mogen houden. En vergeet niet dat jullie samen voor ons hebben gekozen. Een scheiding voelt als een veilig huis dat ineens helemaal verbouwd wordt. Muren eruit, nieuwe vloerbedekking, ander behang. Eerst is het 1 grote puinhoop, maar dan kan er langzaam weer iets moois tevoorschijn komen. Laat ons rustig meeverven en vraag ons wat we van het uitzicht vinden. Zo bouwen we samen met jullie aan een nieuw huis. Met hier en daar een barst of een gebroken dakpan. Maar wel veilig, warm en stevig. Een plek waar wij ons weer thuis kunnen voelen. De sleutel hebben jullie net gekregen. Namens alle jongeren van Villa Pinedo. Mooi. 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 Heel mooi. Misschien, ja, goed om even te vragen van wie heeft hier gescheiden ouders? Oh.
Ja, ja. En herkennen jullie dingen? En zo gaan we even, is goed om jullie even voor te stellen. Maar herkennen jullie, nou jij, jullie herkent wel iets? Ja. Vooral de een moeten missen. Ja, ik denk dat dat het bij mij het ergste was. Ja. Ja. En herkennen anderen? Wat herken je daarvan? Uit de brief? Nou, voor mijzelf, mijn ouders zijn altijd redelijk goed omgegaan met deze ongeschreven regels. Die hebben eigenlijk altijd respect voor elkaar gehad en eigenlijk altijd gezegd van zorg dat je het zo leuk mogelijk met elkaar hebt en altijd positief over elkaar geweest. Mooi. Dus ik heb wel gescheiden ouders, maar ik heb daar eigenlijk nooit last van ondervonden omdat ze, zeg maar, volgens deze maatstaf eigenlijk de opvoeding hebben doorgezet. Mooi. Knap. Ja. Ja. Voor mij, mijn ouders zijn toen ik 8 maanden was uit elkaar gegaan, dus dat is vrij jong. Maar daarna is mijn vader getrouwd met een andere vrouw. Daar heeft hij een kind mee gekregen, mijn zusje. En die zijn toen ook uit elkaar gegaan en dat was echt dit. Ja. En ik heb vooral, omdat zij er heel veel verdriet aan heeft ondervonden, raakte het mij ook heel erg. Ik denk van, jeetje, ik zie. Zij praten ook slecht over elkaar, tegen haar ook. En zij haalde daar heel weinig kracht uit en eigenlijk alleen maar verdriet. Ja. Dat is gewoon heel erg voor zo'n meisje. Zeker omdat ze nog heel jong was ook. Ja. Dankjewel. En andere? Ja, ik zag jou ook een hand omhoog. Herken jij? Ja, bijna alles eigenlijk. Ja. Ja. Mag ik ook wat zeggen? Ik ben niet. Mijn ouders hadden wel bij elkaar. Maar ik ben zelf moeder van een zoon. Wij zijn wel uit elkaar gegaan. En ik heb wel gemerkt dat ik daar mijn kind wel psychische klachten aan over het gaan. Was slecht op school, was bedplassen. En ja, hij heeft er wel wat, toen hij jong was, best wel wat aan overgehouden eigenlijk. Ja, ja. En we zijn nog steeds niet in speaking terms. Nou, misschien. Nee, komt niet meer. Safari, oh, okay. Nee. Oké. Okay. Ja. Dus ik weet hoe het is als kind zijnde, hoe het voelt als je ouders uit elkaar gaan. Ja. Dankjewel. Ja. Misschien is het handig als jullie ook even iets vertellen ook over misschien je achtergrond even kort. Ja. En waarom je buddy bent bijvoorbeeld. Ja. Nou, mijn naam is Demi en mijn ouders zijn gescheiden toen ik 9 was. En ik heb me in die periode best wel alleen gevoeld. Mijn ouders die gingen niet heel goed met elkaar om. En ik was eigenlijk alles een beetje aan het redden. Ik deed heel goed op school om geen probleem te zijn. Dus ik heb heel erg mijn best gedaan. Daardoor was ik soms best wel alleen en niet altijd het gevoel dat ik echt kind kon zijn. En ik ben nu dus buddy omdat ik eigenlijk een soort grote zus wil zijn voor kinderen die zich ook alleen voelen. En eigenlijk diegene wil zijn die ik vroeger heb gemist. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik buddy ben. Ja. Ja, ik ben Misha en mijn ouders zijn gescheiden toen ik 1 jaar of 10 was. En die hebben dat ook best wel goed gedaan. Als in dat ze nog best wel veel dingen hebben overlegd en afspraken hebben gedaan. Ik vond het alleen heel moeilijk dat ik elke keer heen en weer moest reizen. Moest wisselen tussen de ouders. En ik zag hoeveel moeite dat kostte bij mijn broertje. Die is 5 jaar jonger. En die moest elke keer helemaal huilen als we gingen wisselen. Dus daar voelde ik me heel erg verantwoordelijk voor. En dat voel ik nu eigenlijk nog. En ik vond het heel lastig toen mijn vader een nieuwe vriendin kreeg. En dat gaat nog steeds niet altijd even makkelijk. Vond het heel moeilijk om mijn vader opeens met een nieuw iemand te moeten delen. Dus dat vond ik, ja, en daar heb ik ervaring mee. En daar wil ik graag ook anderen mee helpen. Dus daarom ben ik buddy. Ja. Nou, ik ben Sophie. En mijn ouders zijn gescheiden toen ik ongeveer 3 was. En die zijn allebei weer hertrouwd en heb ik 3 halfbroertjes in totaal gekregen. En die zijn ook weer gescheiden. Dus ik heb, nou, wat jij net ook zei, aan beide kanten dus nog een scheiding meegemaakt. En dat was misschien wel nog heftiger of zo. Omdat ik ouder was, maar ook omdat je aan iemand hecht. Die eigenlijk dus niet bloedverledend is. Maar je wel heel erg aan hebt gehecht als kind. En die zijn dan, wat zijn die dan nu nog van je? Nou, niks eigenlijk. Nee. Ja. Maar ook weer ook wel. Ook weer wel. Ja. En ik vond dat best wel lastig als kind. Dat bijvoorbeeld mijn stiefvader was coach van mijn hockeyteam. En toen gingen ze scheiden. En toen was dat niet meer zo. En toen dacht ik, ja, maar wat betekent dat dan voor jou? Zo. Mm-hmm.
En dus in die zin driedubbel ervaringsdeskundige. En eigenlijk merkte ik gewoon heel erg dat toen ik wat ouder werd, 18, 19, toen ik op mezelf ging wonen, dat heel veel vriendinnen van mij van dezelfde leeftijd, dat we eigenlijk best wel vastliepen in ons eigen leven qua relaties aan, maar ook hoe ga je op je eigen benen staan, wat vind je belangrijk, wie wil je zien, waar voel je je thuis, weet je wel. En ik merkte dat ik daar best goed met vrienden over kon praten, dus toen dacht ik, misschien dat ik dat ook wel met kinderen die door hetzelfde heen gaan kan doen. Ja. Dus vandaar dat ik buddy ben geworden bij Villa Pinedo. Ja. Ja. Nou, ik zou ook nog heel kort even iets over mijn achtergrond vertellen. Ik was dus 2,5 toen mijn ouders uit elkaar gingen. En toen ben ik eerst op mijn 8e bij mijn moeder blijven wonen. En dat ging eigenlijk niet goed. En toen ben ik bij mijn vader gaan wonen en bij mijn stiefmoeder. En zag ik mijn moeder 1 keer in de 2 weken. Dus ik naar weekend. Zij wonen in Friesland, wij wonen in het westen. En zo even in het kort. En ik heb dus heel lang kinderen en ouders, met name kinderen, in een eigen praktijk begeleid. Kinderen van gescheiden ouders. Dus het is eigenlijk aan jullie van... misschien is het mooi om eens te kijken van... zijn hier overeenkomsten binnen de groep van wat je hebt meegemaakt? Of... Wil je iets over vragen? Of, Ik heb een vraag aan jou. Ja, zeker. Heb je zelf kinderen? Ja, 3. En hoe sta je daar zelf nu in? Nou, ik ben niet gescheiden. we zijn al 26 jaar bij elkaar, dus echt al heel lang. Maar ik dacht wel altijd van, maar ik ga ook wel een keer uit elkaar. Dus dat was ik me niet heel erg bewust van. Maar daar was ik wel een soort van naartoe aan het werken. Want ik... Ja, voor mij was het logisch dat ouders op een gegeven moment uit elkaar gingen. Dus, ik voel je zo geknikt. zeker 15 jaar geleden, toen hebben we ook een crisis gehad. En toen dacht ik, ik was al bezig van, dan gaan de kinderen dan en dan heen en weer. Een beetje die ideeën. Terwijl, omdat ik dat zelf zo gewend was. Maar... nu ben ik heel, heel blij met mijn vent nog steeds. Dus dat is fijn. Ja. Okay. Ja. Ik kan namelijk mijn ouders waren 4 toen zij gingen scheiden. En ik weet nog dat ik mijn ouders daar heel uit... Als ik zeg maar naar mijn jeugd kijk. En toen was ik puur. Uiteindelijk gewoon op jezelf te wonen. Ga je eigen huisje creëren. Dan ga je ook kijken, want ik ben 35. Of je ook kinderen wil, ja of nee. En ik heb altijd wel mijn ouders heel erg verantwoordelijk gesteld. Zo van, goh, weet je wel welke keuze je maakt als je een kind neemt? Dus, en dat is voor mijzelf ook altijd een hele big issue geweest. Zo van, ik wil er echt zeker van zijn. Want ik wil absoluut mijn kind niet aandoen wat ik zelf heb meegemaakt. Want mijn vader is ook meerdere malen hertrouwd. Is ook meerdere malen weer gescheiden. Heeft ook meerdere kinderen. En ik heb eigenlijk elke part heb ik het mis zien gaan. Althans, voor mij voelt dat als misgaan. Kijk, en ik weet niet hoe hij dat verder ziet. Maar. En is dat ook iets waar je zeg maar nu nog heel erg in zit? Van dat je zegt, nou, misschien als het zo gaat, zeg maar, dan wil ik helemaal geen kinderen. Of ja, ik heb altijd gezegd dat ik op mijn 30ste zou ik het altijd... dat vond ik, mijn moeder was ook 30. En dat vond ik eigenlijk een super toffe leeftijd. Want heb je tijd gehad om aan je eigen carrière te werken. En je dingen verder te zien. Ja. Sommige mensen vinden het heel mooi om... Maar ik was toen nog echt nog heel erg bezig met mijn werk. En toen dacht ik, oh ja, als ik dan 30 ben... dan zou ik het wel heel leuk vinden om kinderen te krijgen. Want ik was altijd wel iemand die dat wel ook heel erg leuk vond. Ja. Maar ik wou wel een stabiele relatie. Want ik heb ook gewoon gezien als je... Soms is het ook was het ook een uitweg om een kind te nemen om te zorgen dat je relatie weer stabiel is. Ja, maar dat werkt nooit. Ja, dat voelt altijd bizar. Om ja. Te zeggen. Ja. En ik denk dat dat nog steeds wel met me meespeelt. Dat zo'n keuze dat als ik een kind zou willen, dat ik wel wil dat mijn relatie. Terwijl je daar eigenlijk niet heel erg van uit kan gaan. Het is een beetje een soort mindset-kronkeling, zeg maar. Ja, en het is misschien ook wel zo dat je hebt er eigenlijk nooit grip echt op nee. Of je relatie wel of niet. Ja, je hebt er wel grip op, maar ik bedoel, ergens ook. Niet. Dus ik bedoel, je kan wel, als je samen een kind krijgt, dan is er nergens een garantie voor natuurlijk. Dus je weet niet verder hoe het loopt. Dus nee. Dan gaat het ook heel erg wel dat in, we hebben het wel vaker over, hoe doe je dat eigenlijk, relaties en over de liefde. En dat misschien deze generatie ook wel heel erg dat gewoon niet zo goed weet of zo. Ja. Of ja, misschien geen één generatie trouwens, maar. Ja, en in mijn gedachten speelt ook nog wel zo van, goh,
En dat is misschien vrij hard als ik het zeg, maar ik denk ook wel soms van dat wij ook wel als volwassen personen heel makkelijk uit elkaar kunnen gaan en weer bij elkaar kunnen komen en onze eigen wegen daarin te laten krijgen zonder dat je rekening houdt met wat het voor je kinderen doet. Ja. Maar misschien is dat ook te veel mijn ervaring. Nee, dat is wel wat wij doen. We zijn eigenlijk best wel heel vaak zijn we en we zijn een plek voor kinderen van gescheiden ouders, maar ook steeds ouders bewust maken van wat het effect is van de keuzes die ze maken. Ja. Bijvoorbeeld wat jullie zeiden over bloedband net, hè, dat je geen bloedband eigenlijk hebt, maar wel degene ziet als een vaderfiguur of een moederfiguur en opeens iemand verdwijnt dan uit je leven. Of hoe dat dan allemaal werkt. Eigenlijk zou je daar ook een soort van, als je kinderen daarbij betrekt, ook daar afspraken van tevoren over moeten maken. Van, eigenlijk is dat heel gek natuurlijk. Ja. Dat, je maakt afspraken voor als het fout gaat. En ja, dat, daar hoor je eigenlijk niet van uit te gaan natuurlijk. Want in een gezonde relatie blijf je gewoon bij elkaar. Zeker met een kind. Word je, zoals je dat aan elkaar belooft, tot de dood ontscheidt, zeg maar. Blijf je bij elkaar. Nou, ik geloof daar zelf niet zo. Tot de dood ontscheidt. Nee, ik ook niet. Maar ja, dat is wel waarom je trouwt natuurlijk. Denk ik. Je wil bij elkaar blijven tot in the end. Want anders dan trouw je toch niet. Ja, zo begint het wel vaak, maar 40%. Ja, anders heb je niet. 40% van de huwelijken houdt geen stand. Nee. En als er weer nieuwe, als mensen uit elkaar zijn en gaan nieuwe gezinnen vormen, dan gaat 60% uit elkaar. Ja. Dus, en er zijn de samenwonende stellen, zeg maar, niet meegerekend. Dus het is zeg maar een feit dat er ontzettend veel uit elkaar gegaan wordt. Alleen is ook de vraag van wat voor last heb je daar ook van, ook als kind. Nou ja, je zit een aantal kinderen van gescheiden ouders en een moeder natuurlijk, wat je zegt. Dus ja, misschien wel goed om eens te kijken van waar heb je eigenlijk last van gehad? Of kijk jou de hele tijd aan, weet niet waarom. Ja, heb jij ergens, liep je als kind ergens tegenaan? Nee, ik was pas 21, of ik was al 21 toen we uit elkaar gingen. Maar eigenlijk kan ik er ook niet veel over zeggen. Oké. Nee. Het geeft ook allemaal heel veel emoties. Dat merken wij altijd wel in dat is. Het zijn toch je ouders? Ja. Wat zei je? Het zijn toch je ouders. En het maakt niet uit hoe goed of slecht de band na de scheiding is. Het blijven je ouders. Ja. En dat is. En zeker ook als. Kijk eens aan. Maar dit onderwerp brengt ook wel veel met zich mee. En, ja. Ik loop eventjes mee. Ja. Ik zie vaker dat er veel emoties komen in. En op het moment dat er spanning is, dan ga je mee bezig zijn van, gaat het wel goed met mijn ouders, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Maar als het een ontspannen sfeer is, dan kan je gewoon kind zijn en ben je, want dan, weet je, het is wel goed daar. Dan ben je daar helemaal niet mee bezig. Ja. Maar het is ook zo dat heel vaak in al deze dingen zijn best wel universeel. Het is ook inderdaad bij kinderen van ouders die bij elkaar zijn of thuis vaak ruzie hebben of het rijtje geldt dan ook wel. En wat doet de stichting precies? Zeg maar, jullie hebben buddies dan voor andere kinderen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kinderen komen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. We hebben een app ontwikkeld. Een soort van WhatsApp, maar dan voor Villa Pinedo. En daarin koppelen we op ervaring kinderen van gescheiden ouders aan jongvolwassenen tussen de 18 en 26. Die ook gescheiden ouders hebben en die hetzelfde hebben meegemaakt, koppelen we aan kinderen vanaf 19. Het wordt steeds jonger, want iedereen krijgt steeds eerder een mobiele telefoon. Tot 23, tot en met 23 kan je een buddy krijgen. En daarin delen ze ervaringen, vragen de kinderen om advies of tips. Maar wat we vooral heel erg merken is wat werkt, is de herkenning en de erkenning die je van elkaar krijgt. Dat je niks hoeft uit te leggen. En ik denk dat we ook met veel kinderen die de app downloaden zich heel erg eenzaam voelen. En dat we daar ook, bijvoorbeeld, ik zie ook vaak dat er juist over leuke dingen gepraat wil worden. En in het begin denk je dan als buddy van, maar je wilt toch een buddy omdat je met je gescheiden ouders zit. Maar we zien elkaar niet in het echte leven. Maar ik kan me ook voorstellen dat er misschien thuis zoveel aan de hand is dat er niet wordt gevraagd naar
hoe is het met jou? Op wie ben je verliefd? Weet je wel, wat vind je leuk om te doen? Sport. Dat daar geen ruimte voor is. En daar zijn buddies ook, kunnen we ook echt een rol in spelen. Om echt het kind te zien en te horen. En we hebben dus 300 ongeveer buddies. Ja. En dat zijn allemaal ervaringsdeskundigen tussen de 18 en 26 jaar. Dus die geven steun vanuit hun eigen ervaring. Ja, dus niet als professional, zeg maar. Ja. Het is echt, En doen jullie dit alleen met kinderen of nemen jullie ook contact met de ouders? Nee, we geen contact met de ouders. Okay. En wat wel leuk is om te zeggen, is dat we de buddies, je krijgt een opleiding, trainingen in je ervaringsdeskundigheid voordat je begint. En ook een vervolgtraining. En eigenlijk komt daar ook, de helft van die training bestaat ook uit je eigen verhaal. Omdat je natuurlijk niet iemand anders kan steunen als je niet bezig bent met het verwerken van je eigen verhaal. En wat in ieder geval voor mij, ik ben echt als buddy door een enorm dal gegaan. Omdat ik zoveel van mezelf tegenkwam. En het heeft me zo geholpen om met kinderen te praten. Maar ook bijvoorbeeld mijn verhaal aan ouders te vertellen. En daardoor heb ik zoveel verwerkt en zoveel dingen een plekje kunnen geven. Dat het ook voor de buddies eigenlijk net zoveel betekent als voor de kinderen die zij weer helpen. Dus het heeft een beetje een tweedelige effect, zeg maar. Dan gaat je aanmelden als buddy. Ik zie het. Ja. En als jij dit zo allemaal hoort, zijn er dingen die jij... Oh, er speelt zoveel in mijn hoofd. Oh, oké. Ja. Doe iets tegen of liever niet. Dat is heftig. Ja. Ja. Gewoon, ik heb zijn vader uit huis gezet. En omdat het gewoon ook niet ging... En toen ben ik gewoon niet echt heel aardig over zijn vader gaan praten tegenover mijn zoon. Mm-hmm. En dat doet me af en toe nog wel pijn dat ik dat heb gedaan. Je bent boos, je zit vol met verdriet. Mm. Dus als ik te horen krijg dat mensen dan wel in goede noem je dat? Harmonie uit elkaar zijn, ja, had ik dat maar gehad. Ja. Ons is het allemaal een stuk heftig allemaal geweest. Maar wel mooi dat je daar nu zo... terug kan kijken en dat kan erkennen. Nou, wat ik nu spijt van heb, is dat ik nooit echt mijn kind heb gezegd, hoe gaat het met je, als ik dit zo hoor. Omdat het was gewoon heftig. Ja, maar jij was van op dat moment aan het overleven. Ja. Het is nooit te laat, hè? Nee, dat weet ik ook wel. Ik heb nou gewoon zo'n goede band met mijn kind. En als ik, dit ruimte. Het is misschien niet over. Misschien een heel ander onderwerp of zo. Maar het is wel een beetje het vergelijken, natuurlijk. Weet je, je neemt een kind omdat je denkt bij elkaar altijd te blijven. En dat gebeurt daar niet. Ja. We hebben het wel met z'n tweeën gedaan, met hulp natuurlijk, maar het was wel pittig. Ja. Hij kon ook niet naar zijn vader. Ja, sorry, ik moest er even... Ja, nee. Ik kreeg even een rewind. Even een douche van binnen. Ja, jeetje. Het gaat wel weer, hè? Maar het is helemaal een beetje, als je het allemaal hoort, best wel heftig. Ja. Maar echt, ik denk echt dat het nooit te laat is. Nee, maar hij weet het ook wel een keer. Maar ik had het gewoon toen hij klein... Misschien heb ik het wel gezegd, hoor, maar... Kan nog steeds zeggen, hè? Ja. Dit is toch, ja, het is er wel eventjes iets van... Wow, dat heb ik ook allemaal even meegemaakt. Maar dan in andere, niet de kinderen zelf, maar gewoon als moeder zijnde zelf. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat dat eigenlijk een beetje hetzelfde... Niet hetzelfde, maar wel dezelfde situatie is. Ja. Ook al waren we niet getrouwd. Ja, ik denk dat... Alle kanten het niet een ideale situatie vinden. En die situatie ook niet willen, Lex. Mm-hmm. Dus, ja. Nee. Het liefst had ik ook nog oud willen worden met zijn vader. En zijn vader gaat nu heel goed om met zijn vader. En ik heb hem heel vaak verteld van... Nou ja, laten we weer contact krijgen met je vader. Ik zou best wel willen om... We hebben toch samen een kind samen. Weet je wel. Om te vertellen hoe trots we eigenlijk op jou zijn. Mm-hmm. En die kans krijg ik gewoon niet. Nog niet. Nog niet. Ja. Hebben jullie ook tips als je bijvoorbeeld een relatie met iemand begint die gescheiden is en kinderen heeft?
Mijn situatie misschien noemen? Ik heb twee relaties gehad met mannen die dus meerdere kinderen hadden, die gescheiden zijn. Weet je, je bouwt toch een band op met een kind en daarna ga je uit elkaar. Ja, dus eigenlijk je herkent, wat was jouw naam? Milena. Milena zegt eigenlijk van dat iemand dan weer uit je leven gaat. Ja, dan geen... voor de kinderen is dat natuurlijk ook heel heftig. Ja. Want jij hebt geen contact meer met de kinderen? Van nee. Ja. Er waren ook hele kleine kinderen hoor, weet je. Maar toch krijg je een hele band met de kinderen. Ja, dat is natuurlijk wel dat je daar van tevoren op een bepaalde manier op in kan spelen of iets dergelijks. Ja, ja. Misschien willen jullie iets uit je ervaring delen? Of jij? Je hebt ook meerdere... Stief. Bonus, stief. Ja. Extra. Ja. Ik vind het zo'n rot woord, stiefmoeder of iets dergelijks, weet je. Ja. Vrienden van een bonuspapa. Ja, als je nog ideeën. Kijk, ik heb heel lang gewacht om die kinderen te zien, zeg maar, weet je. Omdat ik vond dat ze daar aan moesten wennen, weet je. En dan ga je eerst een keer naar de speeltuin en dan, weet je, op die manier pak je het aan dat je het heel langzaam opbouwt. Maar dat is wel fijn. Het is daarna natuurlijk meteen over. Ja, daar was deze. Toen het over was, heb je dat wel samen verteld? Ja, hebben we wel gedaan, ja. Ja, het was eentje van twee en van vier. Weet je, maar dat heel langzaam vertelt, ja, weet je, we zijn niet meer bij elkaar en En zou je ze nog willen zien? Daar is het niet zo lang geleden voor, denk ik, ja. In het begin heb ik nog wel geskyped met ze, Ja, ik denk dat het heel erg van de situatie wel afhangt, natuurlijk. Ja. Maar als ik naar mezelf kijk, dan heb ik wel met de ex van mijn vader... gewoon nog contact. Ik noem haar ook gewoon nog mijn stiefmoeder. Ja. Ik heb dan persoonlijk niet zo'n negatieve associatie met stief. Dus, maar dat is dus heel persoonlijk. Ja. Dus ik noem haar gewoon mijn stiefmoeder. En ook al zijn ze uit elkaar, maar dat boeit me helemaal niet. Want ze is, dat is ze altijd geweest. En dat nu ze uit elkaar zijn, blijft dat ook. En gelukkig hebben zij, toen ze net uit elkaar gingen, neigt het even richting van de emoties liepen hoog op. Ze hebben het echt zo goed aangepakt. En dat gaat... Het gaat echt heel erg goed nu. Dus zij mag er... Ik denk... Misschien wel wat het grootste cadeau van mijn vader daarin is... is dat hij de ruimte geeft aan mij... om gewoon die band met mijn stiefmoeder te houden. Dat ik... hoe noem je dat? Zonder dat dat voor hem een negatieve lading heeft... gewoon over haar mag praten... of mag vertellen dat ik met haar een pizza ben gaan eten. Dat ik met haar contact heb. Dat ze allebei naar... Ik ben vorig jaar op reis geweest. Toen kwamen ze allebei naar mijn afscheidsfeest... staan ze gewoon naast mijn vader, mijn moeder, mijn stief, ex-stiefmoeder. dan wordt het heel ingewikkeld, hè? Halfbroertje, iedereen staat gewoon in de tuin bij elkaar. En dat heeft voor mij, dat is wel bijzonder. Dat realiseer ik me, dat nu kan bij mij. Maar dat geeft me als kind zoveel veiligheid. En zo, echt, daar ben ik mijn ouders zo dankbaar voor. Dat het, ondanks dat het zo lang heeft moeten duren. Ik ben nog hartstikke jong, een heel leven voor me, maar... Ja, dat is zo'n groot cadeau van al die volwassenen in mijn leven. Dat ze gewoon voor mij zich kunnen gedragen. En mij de ruimte geven om met iedereen een band te hebben. En om van iedereen te houden. En, dat is ook wel, denk ik, wat er vaak gebeurt. Is dat als je zo in je boosheid zit of in verdriet. Omdat je uit elkaar bent en de relatie niet werkt. En dan dat je op een gegeven moment wel de kinderen centraal kan stellen. In plaats van je eigen verdriet of je boosheid. Want daar zie je wel dat mensen dan op een gegeven moment wel de knop om kunnen zetten van... Oh ja, ik wil gewoon wel positief praten over de vader van mijn kind of de moeder van mijn kind. Want op DNA-niveau bestaat gewoon mijn kind uit 50% vader, 50% moeder. Dus op het moment dat je zegt, je lijkt precies op je vader of zoiets... dan wijs je eigenlijk ook een helft van je kind weer af. Dus inderdaad de ruimte hebben om van stiefouders te houden of te blijven houden ook na een break of wanneer je uit kaart bent. Ja, dat is wel heel belangrijk. Ik heb ook met mijn ouders hebben nu een traditie sinds ik volwassen ben dat we met z'n drie uit eten gaan op mijn verjaardag. Oh, leuk. En dan ben ik gewoon derde wiel. Want zij kunnen het hartstikke goed met elkaar vinden. Zij gaan allemaal leuke herinneringen bespreken van hoe leuk het vroeger was en zo. Daar zit ik erbij van. Nou, gezellig. Maar hoe fijn om te weten. Dat is ook waarom het nooit te laat is. Omdat, ondanks dat ze er de jaren daarvoor een puinhoop van hebben gemaakt. Ja. Weet je, dan zit ik daarnaast en dan denk ik... Dit zijn gewoon mijn ouders. En het is gewoon zo vet dat we dit met z'n drieën op mijn verjaardag... Terwijl toen ik jou 3 jaar geleden leerde kennen, toen was dat helemaal niet zo.
Nee. Dus het kan al in een tijd kan dat natuurlijk heel erg veranderen. En hebben ze dat zelf met elkaar geregeld of ben jij daar wel onderdeel van geweest? Nee, ik ben eens een beetje organisch gegroeid of gewoon bedacht of zo. Van toen het allemaal een beetje in een rustig vaarwater kwam, toen kwam dat idee van ja, we zullen gewoon lekker uit eten gaan. En dan in ons buurtje ook, waar ik ben geboren en zo. Dus ja, heel natuurlijk eigenlijk. Ik was niet inderdaad dus een bemiddelaar of zo. Nee. Wel vanuit alle drie. Ja, leuk. Goed idee. Ja, dat is helemaal mooi. Dat kan. Ja, mijn vader bijvoorbeeld afgelopen zondag heeft hij mijn moeder gebeld. Mijn vriend van mijn moeder is overleden. En om haar te condoleren. En we hadden echt zoiets, wow, weet je, hij is gebeld. Dus dat ook was, nee, dus 45 jaar later, is ook niet te laat. Ik vind het gewoon, dat zou ik echt wel mijn boodschap aan ouders. Dat het gewoon altijd op tijd is. Ja. Voor een kind is het gewoon goed om... Ja, maar het moet wel van twee partijen natuurlijk werken. Ik geloof dat niet. Kijk, ik heb heel vaak tegen mezelf van heb je vader, bel je vader, laten we lekker met z'n drie afspreken, weet je, vertellen over jou, maar ja, het komt er maar niet van. Ja, nee, natuurlijk, daar heb je zeker twee voor nodig. Voor nodig, ja. Ja, alleen wat ik bedoel is, als je beslist om niet meer, veel ouders praten negatief over de andere ouder, praten alle twee negatief, maar ook eentje kan ermee stoppen. Ja. Dan zeggen, nou, ik doe dat. Wat uit mijn mond komt, is gewoon niet meer negatief over zijn vader of zijn moeder. Nee. En dat is gewoon schadelijk. Mm-hmm. Ja. Voor een kind. Ja. Mijn ouders zijn toen uit elkaar gegaan omdat ze gewoon zagen dat ze niet meer gelukkig waren samen. En dat heeft toen wel vele jaren van ruzies met zich meegebracht. En oneenigheid, maar altijd eigenlijk buiten ons om. En toen ik klaar was met mijn middelbare school, toen wouden we eigenlijk, zeg maar, om het te vieren uit eten. En eigenlijk mijn moeder wel graag met mij uit eten, maar mijn vader ook. Ik heb ook twee broertjes trouwens. En eigenlijk toen zijn we met z'n allen uit eten gegaan. Dat was eigenlijk het eerste moment waar dan weer alles bij elkaar komt. Van nou, het is een heel bijzonder moment wat je eigenlijk allebei met het kind wil vieren. En dat is toen ook aangepakt om weer een soort van de gezamenlijke activiteit op te pakken. En toen zijn daarna ook, toen was ik op stage in Abu Dhabi en toen zijn ze gezamenlijk die kant op gekomen. En hier in Ethiopië hebben we dan twee keer per jaar hadden we familiebezoek. Toen is ook in mei met z'n tweeën langsgekomen. Dus het is wel heel mooi om dat moment toen dat is aangegrepen. Ja. En toen het contact weer is herpakt. Ja. Zeg maar beide wel met hun eigen leven en hun eigen partners en hun eigen dingen. Maar dan alles wat mij als kind dan gezamenlijk wat betreft. Mm-hmm. Daar zijn ze dan ook samen bij. En dat is wel heel mooi om daar dat het weer zo samen kan komen. Ja. Mooi. Ja. Maar voor je soort dankbaarheid. Ja, nee, super dankbaar. Want... Ja. Voor mij is het eigenlijk nooit moeilijk geweest. Ik heb dan twee broertjes en die waren dan net wat jonger. Ik was 7. En ik was daar heel rationeel in. Van als je niet gelukkig bent samen, dan hoor je ook niet samen te zijn op dat moment. Dus die hebben toen gezamenlijk de keuze gemaakt om daar een punt achter te zetten. Ja. En toen meer in een soort van strijd terechtgekomen van wie is de beste ouder, denk ik. Maar daar word je eigenlijk als kind niet veel slechter op. En niet twee als die is de beste ouder van mij. Twee keer verjaardag. Overladen met aandacht. Dus van hoe gaat het op school? Dat we meer soort van dachten van we vallen in herhaling. Want we moeten aan iedereen ons verhaal doen. Dat denk ik bij mij. Niet het idee dat ik daar kort in ben geschoten. Nee. Die riep alleen maar mij. Dus voor mij is het al met al best een mooie ervaring geweest. En een manier om heel flexibel te worden. Ja. Met verschillende partners die ze dan hebben gehad. En een aanpassingsvermogen wat je erin ontwikkelt. En hoe denk je nu zelf over relaties? Ja. Ja, inderdaad. Ik heb geen idee. Nou, Milena en ik zijn hier eigenlijk al sinds dat 2-3 weken nadat je hier binnenkwam, was er gewoon een goede klik. Dus wij zijn nu ongeveer 8 maanden samen, denk ik. Oh. Ja, zoiets. En relaties hebben me nooit echt gelegen eigenlijk. Dus ik had er nooit echt talent voor en ik dacht van nou... Ik baseerde me ook heel erg op de statistiek van 2/3 van de ouders die gaat ook weer uit elkaar. Dus eigenlijk is een relatie iets wat je begint, wat in algemene zin gedoemd is om te mislukken. En daarom heb ik eigenlijk daar ook nooit echt heel veel waarde aan gehecht. Ik dacht van nou, het is leuk en het hoort vooral bij het flirtspel op jongere leeftijd. Maar een relatie heeft voor mij nooit echt waarde gehad. En nu in de 8 maanden? Ja, nou, daardoor heeft het ook een beetje de tijd gehad om te bloeien. En denk ik wel van wow, dat is wel heel mooi. Maar net als bijvoorbeeld het trouwen, je maakt een soort van lange termijnsverwachting van 20, 30, 50 jaar. Dat is nogal voorbarig om te doen, omdat je niet weet hoe je leven zich ontwikkelt.
dat kan over een aantal jaar weer helemaal anders zijn, dat je uiteindelijk toch een andere richting kiest. Of uiteindelijk blijkt je wel de twee puzzelstukjes te zijn die wel goed in elkaar passen. Ja. En ja, ik ben ook wel voorbarig om daar alvast op voorhand uitspraken over te doen. Dat kan toch ook niemand eigenlijk? Ik bedoel, ik denk dat we wat dat betreft een beetje in de maatschappij leven, dat we ergens een soort sprookje hebben van prins op het paard of prinses. Ja. En dat het dan toen leefde zij lang en gelukkig. Ja. Maar, en ik vind het ook wel zo gek dat op de dag van trouwen, dat er wat gezegd was de leukste dag van mijn leven. Ik denk, nou, leuk dan. Maar, ja. Leuk dan. Gaan we dan. Ik bedoel, ja. Zo. Ja. Nou, dan begin nu de rest. Dat was het dan. Ja. Ja. Dus ja, ik vraag me af of we niet ook dat het tijd is om een beetje het hele concept een beetje om te gaan gooien. En het is wel zo, als je tot de dood ontscheidt, kan je alleen maar zeggen als ouders, maar niet als partners. Dus volgens mij is het ook best wel goed om daar eens opnieuw over na te denken. En dat het, ja, als je iemand toezegt dat je iemand het ja-woord geeft, is dat gewoon voor nu. Je weet gewoon niet hoe het is over 5, 8 of 11 of ja, maar dat weet je niet. Jaar. Ja. Ik denk ook dat mensen tegenwoordig te snel zeggen van, nou, het werkt niet meer. Mm-hmm. Waarom denk je dat het zo is? Waarom doen mensen dat? Ja, ik weet niet. Ik denk dat het makkelijker is geworden ook. Vroeger was het natuurlijk, tenminste uit de tijd van mijn opa en oma, was het. Dus het is ook, aan de ene kant wordt er gedacht van, als je dan gaat trouwen, dan blijf je voor altijd bij elkaar. Aan de andere kant, ja, zoek het maar uit, want je hebt geen gebruiksaanwijzing. Je weet niet hoe dat gaat. Hoe je het eigenlijk moet doen. Ja, en ik denk ook dat we een andere liefde anders ervaren dan een paar jaar geleden. Of een huwelijk of wat dan ook. Vroeger was het inderdaad not done. Dus dan was het, als je ging scheiden, denk ik dan dat er zo'n soort stempel zat erop van hoe of wat. Nu is het vrij. Maar ik denk ook dat de behoefte heel anders is geworden. Wat wij zoeken in een partner en daarbij. En ook de behoefte wanneer we daar weer afstand van nemen. Of dat er iets over is. Ik denk dat dat heel anders in elkaar zit. Ja. En het lastige is alleen, denk ik wel, daar blijf ik dan bij. Weet je wel, als je bepaalde keuzes maakt als volwassenen zijn. En ik denk altijd je intentie is ook als vader zijn en als moeder zijn. Dat je het beste wil voor je kind. Maar je bent er ook zelf nog. Ja. En daar zeg maar in laveren in die sloot van, nou, wat is het beste voor mijn kind en wat is het beste voor mijzelf? En als ik uit elkaar ga, is dat misschien ook wel goed voor mijn kind, want ik kan eigenlijk niet meer met mijn partner overweg. Kijk, dat zijn allemaal hele lastige keuzes en bijna kan je het nooit echt goed doen. Ik zeg ook altijd, moederschap en vaderschap is echt het moeilijkste beroep ter wereld. Ja. Want je kan het bijna nooit helemaal goed doen, omdat je gewoon continu in een soort gevecht daarin zit, terwijl je het beste voor je kind wil. En dat heeft ook met ruzies te maken, want sommige mensen zijn wel bij elkaar, maar daar is de sfeer thuis zo slecht voor het kind, wat het kind ook niet functioneert. Ik heb dat zie ik als docent zijnde, dat ik soms bij ouders thuis kwam of met een kind op school die stress had omdat er thuis zoveel ruzie was en ouders gingen niet uit elkaar. Dat zijn zulke moeilijke en lastige keuzes. En ja, ik weet ook niet wat goed of fout is, dat heb ik zelf, vind ik dat ook super lastig, maar het enige is dat als kind moet je leren aangeven wat jouw pijn doet. En als ouders zijn heb je rekening ook te houden met je kinderen die je op de wereld hebt gezet. En dat is gewoon het hele lastige van de situatie. En ja, ik denk dat het per generatie ook continu verandert van hoe wij daarin staan. Ja. Alleen ja, ik denk ook, en dat is misschien ook weer een hele rachter, als het op een bepaald moment, als het scheiden geen taboe is, maar het is iets normaals, dan gaat het ook makkelijker in je omgeving. Daar ben je ook weer beïnvloedbaar. Want als vrienden om jou heen niet lekker in elkaar zitten en die relatie gaat uit en die waarom, dan neem je er ook weer keuze. Het speelt zoveel met zich mee. Het is echt het meest lastige ever, vind ik persoonlijk. En we hebben natuurlijk nu in één keer heel veel keuze met social media. Dan denk je, oh, die is leuk, hè? Ja. Hoppa. Okay. Ja. Heerlijke zin. De tijd is wel veranderd, denk ik heel erg. 20 jaar geleden kon je dat ook niet bedenken. Om zoveel keuzes te hebben over heel Nederland. Nee. Wat zeg ik denk echt dat daar een hoop veranderd in is. Ja. Ja, denk ik. Vind je een aanvulling dat je zoveel keuze hebt? Ik denk dat het ze zeggen social media, maar ik zeg vaak dat het asociaal media is. Vroeger, toen ik middelbare school, mbo, toen hadden we wel al telefoons, maar nog niet, we hadden hives. Weet je? Maar toen zat ik in de trein en dan maakte ik een praatje met iemand. En
als je nu in de trein zit, dan zit je om niet naar die persoon te kijken. Dat je denkt van, hé, leuk. Maar je zit op je telefoon te kijken van, nee. Weet je, dus het is allemaal denk ik tegenwoordig ook heel erg oppervlakkig. En dat je daarom elkaar minder goed kent. En daardoor sneller met elkaar in zee gaat. En daarna ook heel snel weer denkt van, hé, je bent het toch niet. Ja, denk ik ook al, ja. Ik denk dat de relaties en de liefde, dat gaat nu gewoon net zoals... Het leven nu gaat gewoon allemaal heel erg rap, heel snel. Ja, dus en je kan ook makkelijker trouwen nu, hè? Ja, maar ook heel erg makkelijk. Ben je er ook weer vanaf? Ja, ja. Mijn ouders die gingen trouwen. Mijn moeder was 18, die moest nog toestemming bij de koningin vragen toen de tijd. Weet je, wat zijn je ouders? Nee, dat was zo. Toen mocht je vanaf je 21ste pas officieel trouwen. Ze zijn nu 76 getrouwd, ja. Ze zijn nog steeds bij elkaar. Ja. Een paard met een brief. Ja, dat was toen. Tosduif. Tof. Ja, en nu tegenwoordig kan je natuurlijk vrij snel trouwen. Zo is veel makkelijker geworden. Ja. Ja. Maar mag ik nog wat vragen? Ja, zeker. Jij gaf aan zo van, nou, trouwen, weet je wel, het is voor nu. Hoe zie je dat eigenlijk voor je? Want omdat kinderen, hoe sta je daarin dan dat kinderen opgroeien met een vader- en een moederfiguur? Hoe zie je dat? Ook voor de ontwikkeling van het kind? Want dat is toch wel redelijk bewezen dat het toch ook beide wel nodig heeft. Nou, ik denk wel dat er verschil tussen partnerschap en ouderschap. Wij kunnen ook snappen. Okay. Dus dat je als partners, ja, kies je ervoor om met elkaar in het leven te delen, zeg maar. En ouders ben je en blijf je altijd. Ja. Dus ik denk dat, het is voor nu werkt het. Ik denk dat de druk soms zo groot is dat... Weet je, van we blijven een heel leven bij elkaar. Of het zijn allemaal van die plaatjes, denk ik. Ik ben zelf inderdaad 26 jaar met mijn man, maar ik zit nooit te denken, over 10 jaar ben ik nog met hem of zo. Dat is geen doel op zich. Ik weet even niet precies de vraag. Ja, de vraag is eigenlijk van wat nou laten staan. Hè? We zeggen bijvoorbeeld huwelijk is, we willen die druk, weet je wel, die druk die moet je uit van de ketel af. Nou, laten staan dat je wel uit elkaar gaat. Hoe kan je dan nog voor je kind wel zorgen dat de kind het vaderrol binnen zijn opvoeding krijgt en de moederrol? Ja, nee, in een optimale situatie. En bedoel je vanuit het kind of bedoel je, hoe kan je als ouder ervoor zorgen? Ja. Ik wou het kind dan even centraal zetten. Wat heeft die nodig om zich geborgen te voelen? Het gevoel hebben dat hij er mag zijn. Ja. Zowel van de moederkant als van de vaderkant. Ja. Opvoedingstips, hoe je graag wil dat het kind graag opvoedt. Hoe kan je dan toch, als je gescheiden bent van elkaar, toch zorgen dat je die rol op een bepaalde manier even goed kan vervullen? Ja. Wil je daar iets over zeggen? Ja, ik denk toch wel dat het fijn is als je gewoon bij alle twee de ouders een plekje hebt. Dat als je gewoon een thuis hebt bij en je vader en je moeder, dat er al voor zorgt dat zij alsnog je ouders zijn. Wat gebeurt er allemaal vandaag? Dit hebben we echt nooit van dit. Ik hoef het allemaal. Zwarte brief. En ik ben daar heel dankbaar voor dat mijn ouders gewoon, die hebben co-ouderschap afgesproken. Ik had bij mijn vader een kamer en bij mijn moeder een kamer. En dat maakte wel dat ik gewoon twee thuisplekken had. En ik denk dat zij er op die manier voor hebben gezorgd dat ze alle twee nog wel mijn ouders zijn gebleven. En ze hebben gewoon globaal dingen afgesproken over wat ze qua opvoeding, zeg maar, wilden doen. Maar ik had wel totaal twee andere huizen, andere regels, andere dingen die konden. Er werd anders gegeten. Maar dat maakte voor mij niet uit, want het was wel gewoon altijd thuis. Dus ik denk dat voor mij, dat de scheiding, dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar gewoon alles wat er daarna gebeurt en hoe je dan daarna met elkaar omgaat en wat wel of niet kan. Dat het belangrijkste is, dat gewoon oké gaat. Ik weet niet of dat voor jou... Ja, ik zat erover na te denken. Ik vond het vroeger heel erg dat mijn ouders gescheiden waren. En dat was in de periode dat ze eigenlijk weinig tot geen contact met elkaar hadden. En nu hebben ze goed contact met elkaar. En als er iets is met mij, zowel positief als negatief, dan zijn ze er allebei. En nu vind ik het echt oké dat ze allebei een ander leven hebben. En dat ze gelukkig zijn zonder elkaar eigenlijk.
omdat ik wel het gevoel heb dat ze nog wel samen mijn ouders zijn. En dat het niet... natuurlijk woont papa apart, woont mama apart, zeg maar. Maar ze zijn er wel gewoon samen. En nou ja, ik herken ook wat Sofie zei. Als ik jarig ben, dan gaan we uit eten. Of als mijn diploma-uitreiking, zijn ze er. Of als er iets met mij is, dan komen ze bij elkaar. En dat voelt voor mij wel echt... Ja, daardoor voel ik me wel echt prettig en oké met de scheiding. En ze hebben alle twee een nieuwe partner? Niet? Nee, niet alle twee. Nee. Nee. Maar voelt het dan voor jou nog wel als een soort, alsof het je gezin is? Je oorspronkelijk gezin? Ja. Ja, mijn vader die kreeg onlangs een nieuwe vriendin. Dat vond ik wel even lastig, omdat daarvoor waren ze allebei single, zeg maar. En toen zag ik echt nog wel dat gezinsplaatje voor me. Ook al wonen we niet bij elkaar, dacht ik wel van ja... Als we met z'n vieren zijn, met mijn zusje erbij, dan is het wel het gezin. En nu dacht ik, oh jee, er komt er iemand bij. Kan dat dan nog wel? En jij zei het ook al, het is nooit te laat. Nou, ik heb daar toen ook met mijn vader over gepraat toen hij een nieuwe vriendin kreeg. Van, ik vind het eigenlijk toch wel heel erg lastig. En toen zei hij ook van, wij bood ze excuses aan voor wat eerder is gebeurd. En zei, nu gaan we er gewoon voor zorgen dat dat gezinsgevoel kan blijven. Ook al ga ik nu wel een relatie aan met iemand anders dan je moeder. En dat heeft hij 14 jaar later uitgesproken, maar toch voelde voor mij, ja, was dat echt zo'n opluchting eigenlijk. Dus het voelt nog wel als mijn gezin eigenlijk, ja. Ja. Is het dan een soort aanvulling? Dat is heel gek. De aanvulling, de... Nou, kijk, ik kan me dan voorstellen dat je dan je gezin groter is geworden, omdat dan je vader een vriendin erbij heeft, wat dan een extra... familielid? Ja, ik denk dat dat heel erg ook afhangt van hoe de band is met de nieuwe partner. Ja. Ik heb het eerder ervaren als wat minder prettig. Nu is dat gewoon helemaal oké. Dus ja, dat voelt eigenlijk wel zo. Ja. Ja. Ik heb nog wel een vraag. Stel dat de ouders een van de ouders komt te overlijden bijvoorbeeld, of valt compleet weg uit het plaatje. En je blijft als zijnde, als moeder of als vader over om de zorg te dragen voor het kind. Hoe zou je bijvoorbeeld als moeder moeten gedragen om toch een soort van totaalpakket van ouderschap aan te bieden voor een kind? Maar zijn er bepaalde dingen die een man normaal gesproken, of een vader, het kind biedt wat een vrouw normaal gesproken niet doet? Waardoor je jezelf meer op twee manieren moet opstellen. Ik denk dat het volgens mij heel erg belangrijk is dat je jezelf bent. Ja. Oké. En niet per se een rol erbij hoeft te nemen, maar dat je misschien in je omgeving een aantal voorbeeldfiguren kan, zeg maar een boer of een opa. Buurman. Opa, ja, dat je die wel echt betrekt, actief betrekt in het leven van je kind. Ja. Dat kan ik me wel heel goed voorstellen. En misschien ook wel niet, even het goede woord zoeken, dan de vader een soort van, stel je niet dat hij is overleden, maar niet meer in beeld is, mm-hmm. dat je hem niet helemaal negeert of zo. Ja. Dus dat je hem wegstopt, alsof hij niet mag bestaan, of dat hij nooit heeft bestaan. Ruimte geeft ervoor. Ja, dat hij er wel, ja, dat je als kind wel voelt dat je wel ook een vader hebt en dat hij er als, ja, dat je van je moeder wel toestemming krijgt om dat ook, en dat is niet in beeld wel van te houden. Ja, dat je er ook gewoon over kan praten. Ik vind het ook altijd gewoon fijn dat ik gewoon bij mijn moeder ook over mijn vader kan praten. En andersom. En ook gewoon over vroeger. Over vakanties die we gehad hebben. Dat dat gewoon oké is. En dat het niet is van, oh ja, maar toen waren we samen. Dus daar kun je het niet over hebben. Mm-hmm. Dus ik denk het openlijk van beide ouders mogen houden. Ja. Is wel echt iets wat wij heel veel tegenkomen. Dus je merkt dan ouders snel genoeg of ze het moeilijk vinden. Als je zegt, ja, het was onwijs leuk bij papa of zo. En dan... Weet je, iemand die zich afwendt en gewoon dit doet. Ja, dat zijn van die dingen die je echt als kind gewoon haarfijn weet wat je wel of wat je niet moet doen. Mm-hmm. Op intuïtie. Je denkt, ja, nou, papa vindt het niet leuk om te horen, dus, ja, dus dan doe ik dat niet meer. Ik ga het er niet meer over hebben. Het is ook zorg eigenlijk voor je. Ja. Maar vanuit de onderzoekskant kan je in principe ook gewoon een kind alleen opvoeden, zonder dat een kind daarin tekort schiet. Nou, ik denk dat het is als 20% van de kinderen met gescheiden ouders zien één ouder niet meer. En dat is al 20, dus dat is echt wel heel veel. En dat is natuurlijk niet voor altijd, maar dat heet dan oudervervreemding of ouderverstoting.
Dus dat één ouder zo negatief continu over de andere ouder praat, dat een kind dat helemaal internaliseert. Dus helemaal in, ja, ook op een gegeven moment zich zo gaat gedragen. En ook op een gegeven moment zegt, ik hoef hem niet meer te zien. Terwijl er eigenlijk geen reden voor is. Mm-hmm. Dus dat is, maar het is meer de, ja, het is bijna een soort ziekelijke manier van met je kind omgaan, zeg maar. Dus dat bestaat ook. En daarom dat openlijk dus van beide ouders mogen houden. Dat je vrij bent om dingen te vertellen over, je ouders is dus echt heel erg belangrijk. En ook een graadmeter voor, om te kijken hoe een kind, of een kind in de knel zit of niet. Want een kind is heel erg geneigd om dat, die mening van de ouder te herhalen. Ja. Als papa iets vindt dan... Dat herken jij ook? Niet? Mijn zusje. Ja, mijn zusje heeft inderdaad wel van haar vader en haar moeder... Mijn halfzusje dan. We hebben wel dezelfde vader, niet dezelfde moeder. Ja. En toen zij gingen scheiden, toen kregen ze inderdaad van beide partijen... papa dit, mama dit. En mijn zusje die ging dat heel erg herhalen. En ik merk dat in nu bepaalde dingen... Laatst kreeg ik post van haar. Krijg je dan één keer per maand, kregen we post. En mijn zusje schreef toevallig ook weer iets over mijn vader. En dat ik dat las. En dat ik dacht, oh ja. Dus dan heb ik teruggeschreven in de post wat... feedback daarover van, joh, hé, maar kijk er zo tegenaan. En misschien kun je dit... Dat ik zei, oh ja, dit is inderdaad een mooi voorbeeld daarvan. Dat ze gewoon het heeft overgenomen. En eigenlijk helemaal niet een gegronde reden heeft om dit te vinden. Ja. Er zijn natuurlijk andere redenen waarom ze dat... Andere dingen die ze wel vindt, wat gewoon gegrond is. Maar ja, ook dingen die ze gewoon overneemt. Ja. Het is gewoon kopieergedrag, omdat wat mama doet, dat... Wat mama zegt, dat zal wel zo... Ja, dat is zo. Ja, dat is zo echt heel vrij ernstig en heel... en ook goed voor een moeder dan. Kijk, maar dat is ook heel logisch. Ja. Ik weet niet wat de tijd is, dan moesten we... 00:30. Oh? Ja. Ja. Hm? Ja. Maar jij hebt natuurlijk sowieso gevraagd van... om hier te komen. Ja, ik wil in het kort wel een klein beetje beschrijven wat mijn situatie is geweest. Mijn ouders zijn nooit getrouwd geweest. Ze vonden elkaar gewoon heel erg leuk. Uiteindelijk is mijn moeder zwanger geworden van mij. En daar kwam ze ook 3 maanden later achter. Voor mijn moeder was het een shock, maar voor mijn vader was het nog een ergere shock. Omdat mijn vader een vrouw had zitten in Turkije. En voor mijn moeder was 42 en ze kreeg opeens een kindje. Dus voor haar was het ook wel heel zwaar om weer op haar 42e weer een kind te verzorgen. En ook wetend dat ze dat alleen moest doen. Dat was voor mij ook best wel moeilijk om te horen later dat ik eigenlijk niet gepland was. Maar mijn moeder is heel blij dat ik er ben. Mm-hmm. Maar... Ik kan me voorstellen. Toch, wetend dat dat allemaal zo is gegaan. Doet me nog steeds wel wat. Ja. En mijn vader is ook niet echt in mijn leven geweest. Ja. Heb je wel contact met hem? Of is het... sorry. Tot mijn 6e of 8e. Ik ben nog wel een keer met hem naar Turkije geweest. Met de auto. Maar eigenlijk toen ik wat ouder werd. En eigenlijk wist hoe alles in elkaar zat. En hem vragen ging stellen. Werd onze band niet meer echt. Die was er eigenlijk niet meer echt. En uiteindelijk kreeg ik een vriendje. En mijn vader is Turks. Dus die vond dat echt een no-go. Dus hij zag eigenlijk zijn kleine meisje zag hij groter worden. En hij zag dat ik dingen door had. En wat niet klopte. En dan ook vroeg van pap, hoe kan dit? Maar hoe kan dat? En daar kon hij niet zo goed mee omgaan. Dus onze band is niet echt sterk. Ik zie hem eigenlijk ook niet meer. En ik belde hem wel eens. Maar het moest altijd vanuit mij komen. Nooit vanuit hem. En nu denk ik ook zoiets van, ik ga niet achter je kont aan blijven lopen.
Je mag ook een keer vragen hoe het met mij gaat. Heftig. Wat emoties allemaal, hè? Ach, ja. Ja. Iedereen wil zich natuurlijk op deze aardbol gewoon heel welkom voelen en geliefd en... Ja. Vooral door je ouders. Vooral door je ouders. Hij mist wel wat. Ja. 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 Kunnen we hier een mooie afsluiting maken? Ja. Ja. Jullie zitten allemaal zonder mobiel. Dat is echt heel gek. Ja. Maar daar win je wel aan. Ja, dit is gewoon een gek plaatje. Ja, niet gewend waarschijnlijk. Normaal gesproken was iedereen nu al mails aan het geven. Ja, dat is echt gewoon heel gek. Om er is geen afleiding. Niemand die wordt gebeld. Oh, ik moet even de telefoon opnemen. Ja, nee, dat kan niet. Ja. 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 Ja, gewoon heel braaf in de schoolbanker. Nou, zelfs dat lukt niet meer, hoor. Maar je krijgt wel een stuk meer mee, merk ik. Zonder telefoon. Anders dan ben je heel snel wat afgeleid en denk je... Oh, ja. Ja. Ik wil jullie in ieder geval heel... Jij in het bijzonder. Ik wil jullie heel erg bedanken voor gewoon dat we hier mochten komen. En om met elkaar toch best wel zo'n intiem gesprek te hebben over zoiets persoonlijks. Wat iedereen wel ergens raakt. Want iedereen is kind van ouders. Dus iedereen herkent wel dingen. En kijk als je hier uit bent even. Want je hebt geen internet hier wel. Jawel. Ja. Kijk of even op de site www.pinedo.nl. En er zijn gewoon duizenden verhalen van kinderen. Dus kan je ook vragen stellen. Kan je ook. Ja. Behoefte te zijn. Cool. Ja. Dankjewel. Ja, bedankt. Ja, heel erg bedankt. Ja, precies. Dankjewel, hè. De regen en alles. Ja, toch. Ja, dankjewel. Wie is deze bedankt? Mij. Ja. Banana. Ik denk niet dat we de... Dankjewel. Helemaal blijf je lekker. Als ik vrij ben, ben je lekker kwijt. Dankjewel. Dankjewel. Ja, maar even. Oh, schat. Dankjewel. Bedankt voor het delen. Schatje. Het is zo lief. Ja, dankjewel. 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 Bedankt. Dankjewel. Fijn dat we mochten komen. Ja, ik vond het ook echt heel fijn. Ja. Super en bedankt. Ja, bedankt. Dankjewel. Ja, bedankt. Dankjewel. Ja. Goed dat je het gezegd hebt. Trots op je. Wat was er allemaal aan de hand in de kast? Oh! Jee. Ik kan er echt wel te praten waar buiten. Ja? Ja, echt hoor. Niet mensen niet gedistanceerd, dus dat is mooi. Laat het daarop houden. Oh ja. Dat heeft ook wel teweeg gebracht, maar. Ik dacht mezelf, laat ik dat me ook even lichter wezen dat jou altijd er is. In plaats van dat niet zomaar. Nou, ik ga even geen tent doen, sorry. We moeten het wel. Wat een poncho. Ja, dankjewel. Ja. Ik zit eigenlijk niet in het clubje. Jordi, Jorn. Zwaar even de markt. Ja, jij dankjewel. Ja, maar ze is denk ik waar ik het vast erin vind. Ja. Joei! Zullen we even naar bijstand gaan? Ja, oké. Heb je geen jas bij je, meid? Nee. Okay. Mag ik leg het al even hier neer, anders wordt het nat. Ik ga even... Hoe regent het hard? Ja, ren.